Hallo kijkers van Shiny Sprite. Nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet en Violet Surprise Cagelock met Nanowing. Lekkering. Zeker lekkering. En wat ook lekkering is, is dat we meteen een cage match ingaan. Spanning en sensatie. Niet zo lekker in. Ja, het is voor jou gewoon een kans om op 5-5 te komen. Het zou wel hype zijn. Not gonna lie. Oké. En het voordeel van mij is, je hebt één Pokémon minder. Dat is zeker waar. En Ik zal je nog even helpen. Ik heb eigenlijk twee Pokémon minder, want ik mag een Pokémon ook niet meer gebruiken. Oh, is dat zo? Ja. Want die... Oh shit. Ik heb Bob al twee keer gebruikt. Oh ja, dat is waar ook. Kijk, dan wordt de keuze wat meer reuze. Ja. Kijk, kan ik nog de moves checken van dit ding? Check jij de moves van dat ding. Ergens denk ik wel dat ik deze moet gebruiken, alleen... Ja, want ik heb die andere weer... Kutzooi. Ja, ik denk dat ik gewoon voor deze moet gaan. Spannend. Oh, laat het alsjeblieft de goede keuze zijn. Ja, ik hoop echt dat jij een specifieke Pokémon hebt gekozen. Nee. Oeh. Had ik nou maar gewoon een Zoomreel gekozen. Oh, niet weer een Jan Pokémon. Jazeker! Nou, krijg deze, joh. Hoppa. Oh, 3 AP. Flinching time! No way. Defensing, boosting, timing. Flinching time! En slapping. Do be slapping? Yeah, I do be slapping. Nou ja, dan zal de eerste beurt al niks gebeuren. Ik kan winnen. Nee, dit gaat toch niet, joh. No way. Dit kan toch niet. Oh mijn god. Unreal dit. Dag gefeliciteerd. No way. Ik kan niet joh. Ik had fucking step, man. Oh, en dan die flinch. Je won echt alleen maar omdat je me flinchte. Echt alleen daarom. Fuck jouw paard. Die vlek erop. Fucking kaal die candy die ik op hem heb gebruikt. Hey. Oh joh. Ik geef mijn krokodil een revive. Dat is het enige wat je me geeft. Ja. Ik denk dat je hem ook nog even wat extra snoepjes moet geven voor die flinch van. En je bil is een krokobil. Oh. Hap, hap met je krokobil. Tijd voor nieuwe Pokémon te vangen. Oh man. Ik ga echt nooit meer voor dat stomme paard. Echt. Oké, nou. Op hoop van zegen dat we dit keer wel wat leuks vinden. Of nou ja, vinden, krijgen. Kijk, Jeepol. En nu heb ik niet meer zulke Jeepols, denk ik. Puur uit verdriet neem ik even een snoepie.
Doe dat maar eens. Je hebt het even. Ja. Kijk, ik neem wel papa Smurf. Je hebt zo'n mix van de Haribo mix. Jazeker. Zo'n ton, weet je wel, die echt mega duur is. Ja. Een dure tonning. Ja. Alle lekker. Jouw special defense was niet zo heel goed volgens mij. Nee, was iets van 44 of iets in de 90. Maar hoe heet die paard? Dat is meer een defensive wall. Als in fysiek, maar niet special. Special, daar kan je gewoon een steentje tegenaan gooien en dan is hij neer. Het is dat je flamethrower had. Ja, nou, en dat ik bites deed. Want ik zei wel echt letterlijk van tevoren, oké, voor de flinch. En toen ja. Flinch die hem. Ik denk, misschien moet je ook even een lottokaart gaan halen. Voor de Staatse Loterij. Ja, dit is ook wel een beetje TikTok waarde. Ja, joh. Dat pakt echt heel goed voor je uit. Ja. Oké, ik heb in ieder geval mijn mond om te ruilen. Dat heb je snel gedaan. Ja. Maar ik vond ze op die eerste route, weet je, dan gaat het heel snel en rap. Dat is wel smarty pantsing van jou. Zekering. Mm-hmm. Oh, ik kan jouw beeldscherm weer bijpakken trouwens. Lekkering. Nou, gaan we weer. Ah. De game heeft wel een beetje moeite, merk ik. Waar heeft die moeite mee dan? Nou ja, met laden. Dat duurde even. Jee. Nou, wat krijgen we? Gekte Arceus, level 100. Shiny. Nice. Yes. Oh, we mogen nu tot level 40. Dat is wel interessant. Ja, dat maakt het weer even een stukje anders. Ja, we gaan poison doen, hè? Dan hoop ik op een steel type. Ja, ja. Was nog meer goed tegen poison? Ground. Oh, dat, misschien is een muts deel nice. Dankjewel. Ja, dat was misschien wel handig geweest. Ah oh ja, kut. Die heb ik niet meer. Oké, spa blauw. Een shiny ding. Een shiny ding. Een Bescue Legion. Ja, die. Kijk, een spa blauw. Wow. Ja, spa blauw. Ben jij level 40? Nou. Hoe durf je? Hij heeft wel Dragon Rush, dat is wel vet. Mm. Je voelt je bijna schuldig om die gehackte Pokémon naar iemand anders te ruilen. Ja, ja, maar echt. Dat is echt zo zuur. Maar ja, het is wel de snelste manier, want anders moet je weer een Pokémon gaan vangen. Ja. Daar zitten we ook niet op te wachten. Oeh, een Teddy Ursa. Daar zit ik ook niet op te wachten. Ja, maar dat is Teddy, joh. Teddy. Teddy! Little Bear Pokémon. De game vindt dit echt niet leuk. Oh, hij is toch wel veel mooi. Ja, jouw game is helemaal vastgelopen. Hij is zo traging. Of ik zie gewoon geen beeld meer bij jou, dat kan ook. Jawel, het blauwe scherm toch? Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar de muziek loopt nog, maar... Oh, dat is je beeld. Ja. Oh, nice. Kijk maar. Oh. Oh. Eén momentje dat ding. Rockruff had ik er niet aan. Nou, ik had Rockruff. In ieder geval. Dat weet ik, maar misschien in mijn box. Oh. Oh. Tjoe,
inderdaad nog geen Rockruff. Oké. Is Rockruff een hoog level genoeg? Ja, level 14. And let's go to the next one. Hé, hey, hij doet het. Het duurde even. Cookie 96. Lekker cookie. Lekker cookie. Wat streamen cookie? Oh, met interfriving. Talks. Ja, eerlijk. Dit is gewoon doeps. Yep. Later, talks. Hopelijk gaat deze wel wat sneller. Love disc. Ja, voor Valentijnsdag. Ja. Lekker ring. Lekker ring. Love disc. You do love disc, man. Ah, je hebt kans dat hij het hoog level is. Want volgens mij is dat evenement nu gaande voor Love disc. Raids. Dus ik gok dat zo'n raid Love disc is. Kijk. Dat klopt. Ja, level 75. Lekker ring. Lekker ring. Nou, die kan weer gewoon de wereld in. Nou, zeg, het is gewoon elke trade duurt zo lang. Lijkt wel alsof mijn broertje porno aan het downloaden is. Dat is hij ook. Godsamme, Rodi. Tjoe, jongen. Naar Berna. Ja. Maar naar Berna. Hallo, Berna. Wat doe jij gaming mij? Wauw. Een Squovet. Toch niet een Squovet, jongens. Helaas wel. Pot for dream. Helaas welling. Heinrich welling. Maar echt. Oh ja, hadden we het in de vorige sessie over Big Time Rush trouwens? Weet jij dat nog? Zou kunnen. Oké. Ik wilde dus kaartjes bestellen voor hun concert in Tilburg. Ja, toen was hij uitverkocht. Dan was hij uitverkocht. Hè? Want ja. Ik stond 4200ste in de rij. En volgens mij waren er iets van 40.000 mensen in de rij. Ja. Maar ze hebben nu een tweede concert aangekondigd. Wacht. Ja. En die is op 23 juni. Dat klopt. En de kaartverkoop is over 2 dagen. Dat klopt. En Sandring en ik gaan er naartoe in. Ga jij ook? What the frick? Gaan jullie ook al? Zekering. Hebben jullie al kaarten? Nog niet, want die zijn nog niet te koop. Maar, maar jullie gaan ook... Een vriendin van mijn zusje gaat kaarten kopen. No way. Zekering. Echt zoveel mensen die ik ken die gaan. Dat is fucking ziek. Ja, ik wil ook gaan. Maar ja, dan moet ik wel in die rij komen. En ik zou dan met mijn collega gaan. Dan nog een vriendin van haar. En dan heb ik nog 2 mensen uit de server Vosseman die ook gaan. Heel, maar wij komen jou sowieso meeting dan. Ja, zekering. En greeting. Meeting en greeting. Besculin. Ik heb al een besculin. Ah, weer een shiny. Wat zijn al die mensen allemaal die kut shinies aan het sturen, jongen? Dus anti-Milan die tweet. Ja, nu wordt mijn game vervuild met nep shinies. No way. Met Paddy shinies. Paddy shinies. And I don't like Paddy shinies. No one likes Paddy shinies. Level 1 uiteraard met ability patch. Ja. Iedereen zou dat ruilen. Oké, maar als het goed is hebben we 6.000 kaarten voor die in Amsterdam. Ja, het is in Eindhoven toch? Of in Amsterdam? Nee. Oh, in Amsterdam. Oh ja, in het Ziggo Dome, hè? Is AFAS Live. Oh, AFAS Live. Oh ja, yes. Oh, dat is ook zo. Ja, ik hoop wel dat ze de kaartje gefixt krijgen. Ja, ik hoop ook dat ik er doorheen kom. Dat zou wel heel ziek zijn. En anders kan ik een rolstoel tikken. Ik een heb een comfy maat. No spes. Ja, ik denk dat comfy wel erger is dan een no spes. Maar ik denk dat comfy wel hoog level is. Dat zou ik goed kunnen, ja. No spes. Boah, dat kan nog. Lekkering, het hoog level. No spes is 71. Doei. Lekkering. Geef me een wacht, net shit niet in de game, hè.
Nee, helaas. Geef me een beldum. Wauw. Geef mij een... wat heb ik nog nodig? Een Pokémon die blijft leven. Oh, wow. Oh, kut. Geef mij een Steel-type. Wauw. Maar hij is ook Fairy, hè? Dus... Dat klopt. Lekkering. Je hebt in ieder geval een resist. Of een immunity, zoals ze het noemen. Geef mij een Dialga. Of een Suicune. Geef Yay, mij een... Tinkertuff kan ik gebruiken! Yay! Tinkertuff. Lekkering, Tinkertuffing. Lekkering. In die nieuwe Pokémon anime zag ik dat een van die main characters zo'n Tinkerhuppelepup heeft. Ja? Ja. Hé, hey, kijk! Hé, hey, Milan! Wat krijg je? Kijk maar! Nee. Dat was een bullshit. Yay! Nou, deze is sowieso wel het juiste level. Oh, dat duurt zo lang. Level 11. Oké, ik moet nog eentje ruilen. En dan moet ik nog gaan beslissen welke Pokémon ik in mijn team doe. Oh ja, ga jij maar. Welk level was de volgende... Ook alweer? De Poison Team Star? Ja. 33. Brutal Swing, dat is toch een fucking goede aanval. Brutal Swing is best wel een goede aanval. Waarom kent hij die? Geen idee. Flash Cannon is... Special. Special, oké. Okay. Maar attack is veel hoger. Is het dan niet veel handiger om Metal Claw te geven dan Flash Cannon? Nou, het valt wel mee. Oké. Okay. Het is een verschil van 46 tot 39, hè? Dus dat, ja, ik denk dat je nog voor nu even Flash Cannon totdat je een betere Steel Move krijgt dan Metal Claw. Ik heb een Zorua. Oeh. Love you some Zorua. Ja. Ik had wel Hisui en Zorua gewild. Maar nu heb ik nog niet geluisterd naar wat je eigenlijk antwoordde. Welk level was hij nou? 33. Oeh, misschien toch even wat leveltjes geven dan. Seekering. Maar daar heb ik Candy Inks voor. Ik wil even zien hoeveel Candy Inks jij hebt. Niet extreem veel. Oh, een beetje wat ik net had aan het begin van de vorige aflevering. Welke Pokémon zou ik meenemen? Muddy Watering. Muddy Watering. Maar dan is Aquatose natuurlijk physical. Yes. Special Attack is lager dan Attack, dus dan is Aquatail beter. Yes. Alleen die kan wel missing. Ja, maar dat kan Muddy Water ook. Oh. Die is minder accurate. Oh, daar heb je dan... Nee, inderdaad. Nee. What the frick? Dat ding kan gewoon dik leren. Dikle dik. Trio. Exactomundo. Raymundo. Oh, dit is wel echt hype. Dat jij en Sandring ook willen gaan. Yup. En het is dan je zus en een vriendin van haar. Nou, en meerdere vriendinnen van haar. Oh. Maar, ik rijd natuurlijk wel met mijn zusje heen, zeg maar. Ah, oké. Okay. Alleen, maar zij gaan dan apart, zeg maar. Precies. Zonder de groep. Ah, oké. Okay. Katje. Lekker Sandring. Ik ga Sandring zometeen even een appie gooien. Ja, ik zal nog even tegen mijn zusje zeggen dat ze wel moet zorgen dat we die kaartjes krijgen. Ja, zeker. Oké, ik denk dat ik het wel aandurf om zo meteen eens lekker te gaan... Oh, ik dacht dat hier een shiny zat, maar hij heeft zijn ogen dicht. Het was een blaadje in plaats van groene ogen. Wee. Never minding. Oké. Dat betekent dat het tijd is om te gaan in. En staan in waar ik maar wil. Daar moeten we heen. Star, dude.
15 starring. Ik ga lopen met dit ding. Nou, ja, veel plezier daarmee. Ja. Zeg dat Welling. Beertje Wellington. Misschien is het ook gewoon beter om zonder dat ding, want dan... Kijk, zo. Ik weet niet of je me redelijk kan bijhouden op vol... Nee. Het ding is, hij kan je ook niet helemaal bijhouden als je vol nee, sprint. Nee, dat is super irritant. Echt een het idee was leuk, de uitvoering iets minder. Ja, vind ik ook. Kun je niet gewoon op zo'n trapmail dat ding zetten? Echt, hè. Maar je kan ook onmogelijk je stappen bijhouden. Ja, dat kan ook niet. En ik had fucking lang gedaan met die andere, dat hij zo rondjes ging lopen. Maar Het mocht niet baten in die ding. Nou ja, dit valt nog wel mee. Ik weet ook volgens mij toen we de games net hadden en we wisten van hoe we dat ding moesten evalueren. En dat we gingen voor zeg maar dex completion. Ja. Duurde het echt mokerlang voor deze en die andere. Yep. Poeh. Dat was echt niet leuk. Dus de volgende keer Game Freak, doe niet van die gimmicky evoluties. Ja, doe niet tijger als je stoer bent. Of nee, ja, doe niet tijger als je pushy bent. Ja, exacting. Okay. Godverdomme. Kan ik er al naartoe of zeg jij van doe nog maar even niet? Meneer. Ja, ja, moet je zelf weten. Okay. Ga je, go your gang. Ik ben nog wel even zoet. Nee, want dan moet ik straks weer wachting op jou. En als ik iets niet wil, is het wachting op jou. Is het wachting? Ja. Maar ik wil ook evolving, de dingen. Ja, dat snap ik. Maar dan ga ik nog eventjes wat leveling. Nou, als je wil mag je even leveling. Dat vind ik ook niet erg. Ik weet in ieder geval wel dat ik tussendoor tussen deze Sassy en de volgende Sassy dat ik wel even Kenny moet gaan vormen. Ja. Yeah. Ik denk een beetje rond de 100, 120 moet wel genoeg zijn. Wow. Ja, we moeten groots aanpakken. Mm-hmm. Want we zitten nu zo'n beetje op de helft, denk ik. Kijk, want jij hebt 6 cage matches gewonnen. Ik 3, maar ik heb dan nog 1 punt. Jop. Ja, dat is precies op de helft. Dat zijn er 18 dingetjes. Dan word ik nog geholpen doordat je in het begin veten en nog steeds sta ik achter. ik ben echt waardeloos. Nee. Ik maak de verkeerde keuze, Inks. Nou ja, net had je gewoon de goede keuze gemaakt. Alleen had ik fucking veel geluk. Ja, een beetje een scummy tactiek. Waar ik ook best veel geluk voor nodig had. Maar het werkte wel. ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het ding Jan zou hebben. Ja. En toen ik Jan kreeg, dat ik dacht van, die ga ik niet wegdoen. Ja, toen ik die Jan zag, dacht ik echt van... Daar gaan we weer. Ik kreeg gelijk weer, hoe noem je dat nou? Van die flashbacks. Dan traumatische flashbacks. Oh ja. Van die van PTSD. Ja, PTSD kreeg ik van die fucking Jan. Dacht, oh nee, niet nog een keer. Mm. Oh man. Dan, top, 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 dan. Het is zo jammer dat je gisteren niet kon. Mm-hmm. Dan hadden we eindelijk de six-way bingo gehad. Yep. Het ding is, ja, voor mensen die het niet weten... Oh, kijk, Charizard. Ah, shit. Ja, ik ben nog lang niet bij dat level limiet voor Charizard. Well, fuck. Maar je team is ook redelijk goed op level. Zeker. Nou, die van mij niet.
Nee, maar dat komt omdat jij elke keer nieuwe moet gaan... Ja, ook. Level boosten. Ook, maar ik heb bijvoorbeeld... de Espeon heb ik al een tijdje. En die is nog steeds level 28. Scalabridge. In ieder geval gaat hij niet dood, maar... Oh ja, wat had je ook weer gebruikt op Scaladurge? Revive? Ja. Oh, oké. Okay. Even die moves checken. Oh god, nu heeft hij Torchon. Ah, kut. Die moeten we zo snel mogelijk afmaken. Als je hem gebruikt. Dat is één ding wat zeker is. Ik denk hierna nog één rondje en dat moet dan wel genoeg zijn. Ja, bij jou duurt het heel lang, maar ik weet ook niet hoe dat kan, maar... Want het zegt echt 1000 stappen met dat ding. Voor mijn gevoel... Nou ja, voor mijn gevoel zou dit ook wel één zo'n rondje 100 stappen zijn, maar... God zal het weten. Guarding with knowing. Nou, loop eens even door. Mocht jij nou zometeen proberen om hem te evalueren, dan doen we daarna de aflevering beëindigen. Ja, is goed. En dan ga ik huilen in een hoekje, omdat ik underlevel Pokémon heb. En dan moet ik zo meteen tegen een team vechten met bijna alle mensen. Maar geen candies meer dan? Nou ja, ik had wel wat, maar ik heb net heel veel gebruikt op Trevenant en Gible. Gible. Ja, Gible heeft veel XP nodig, dus dat zal ook niet echt geholpen hebben. Nee, ik heb daar 10 op gebruikt en op de Trevenant had ik ook iets van 10 gebruikt. Ik had gewoon te weinig candy. Nou ja, misschien hebben ze allebei gewoon heel veel experience nodig. Dat kan het ook zijn, natuurlijk. Elke keer als ik Bounce Feet zie, dan denk ik aan Appleton. Of, hoe heet hij ook weer? Applin. Oh, ik wil nog voor één ding terugkomen op dat Pokémon Showdown toernooi. Oh, yeah. Ik was dus tegen die... tegen zo'n gast aan het... Volgens mij was dat Yesin. En die had... hij had een Hydreigon en ik had een... Ik had iets met Max Attack volgens mij. Oké. En in... Oh ja, dat wel. Ik had een Figuroth Eviolite met heel veel attack. En ik had 37% nog HP over. Dus ik denk, die Appleton zal me toch, of Hydreigon zal me toch niet in één keer killen. Dus ik ga voor niet rest, maar slack off. Yeah. Om weer te healen. En wat doet hij? Doet hij Fickle Beam. En Fickle Beam heeft een 30% kans om te one-shotten. Of nou ja, dat de base power 160 wordt. En wat gebeurde er? De base power werd 160 en toen was shot en niet meer. Nice. Fucking kut. Goed, ik wacht hier even totdat jij zover bent. Oké, ik ben bijna met het rondje klaar. Ik hoop dat ik het binnen een minuut haal, dan hebben we een mooie afronding. Kijk hem dan waggelen. Kom op, ren harder. Run, Forest, run. Maar dan heb je ook niet zoveel tijd gehad om te grinden, besef ik me nu. Hoe bedoel je? Dat je niet zoveel tijd nodig had om te grinden. Oh ja, maar dat heb ik allemaal meteen, hoe heet het, na de laatste sessie gedaan, hè? Oh, toen was alles al, had je alles al een beetje bijgeleveld. Ja, nou ja, ik hoefde heel weinig bij te levelen, want ik had gewoon allemaal hoge Pokémon.
Maar dat komt omdat ik natuurlijk nu best wel een paar cage matches achter elkaar hetzelfde team heb kunnen houden. Waardoor ik level, zeg maar. Maar ik ben eigenlijk alleen maar vaste teammembers verloren. Ja. Yeah. Of ja, nee, nieuwe bedoel ik. Nieuwe. Ah. Ja, dan weet ik niet wat je fout doet. Als jullie het wel weten, laat het even achter in de comments. En herinner me eraan dat ik deze vraag heb gesteld. Ja. Dus wat je dan moet neerzetten is... Nando, je vroeg ... Het antwoord is ... Precies. Yes, oké. Ik ben bijna één rondje. Dus ik moet ergens bij de ijskamman of zo. Dan ga je hem laten evolueren? Een poging doen. Oké. Ik weet ook niet of Rare Candies werkt. Ja, dat zou gewoon moeten als hij evolueert. Ja, nice. Lekkering. Yes, a palm ring now. Yes. Let's go. Wacht, wat is het misschien? Hij is groter. En hij heeft een dikkere kuif. Kabooming. Wow. En jullie bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En we zien je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.